Ik sta hier in het Hollandpark en de gemeente Diemen is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. En waar ik nou benieuwd naar ben is, het mag dan wel snel groeiend zijn, maar zit dat er ook in voor de medewerkers? Ik ga op onderzoek uit. Hey Milan. Hey Kevin. Hi, hoi, leuk om je te ontmoeten en al voor het gemeentehuis. Betere plek kan eigenlijk niet, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat doe jij bij de gemeente? Ik ben beleidsadviseur Economische Zaken. En samen met mijn collega's probeer ik met frisse nieuwe ideeën het ondernemersklimaat in Diemen te verbeteren. Nou, heel goed. En je bent nog heel jong. Dus je bent een jonge ambtenaar. Hoe is het om dan te werken bij een gemeente als Diemen op deze leeftijd? Ik ervaar het als heel erg prettig. Als jonge ambtenaar worden we heel erg begeleid door de gemeente. Er is bijvoorbeeld een peiling geweest naar onze wensen en behoeften. Ja. En op basis daarvan is er een loopbaantraject, begeleidingsprogramma samengesteld. Ja, en nou is de gemeente heel erg snel groeiend, heb ik begrepen. Wat doet dat dan met de organisatie? Nou, zowel het aantal inwoners als het aantal werknemers van de gemeente groeit. Mm-hmm. Daardoor groeien de teams en heb je bijvoorbeeld ook meerdere collega's waarmee je moet samenwerken. Dus in plaats van dat er maar één aanspreekpunt was binnen een afdeling, zijn er nu soms wel drie aanspreekpunten. Dus dat vraagt af en toe een nieuwe werkcultuur. Nou, heb ik heel af en toe wel eens bij ambtenaren dat het dan ook een klein beetje stoffig is, sorry dat ik het zeg. Maar is jouw werk uitdagend? Is het leuk? Ja, het is heel erg afwisselend, mijn werk. De dagen zijn echt niet hetzelfde. Iedere dag ben ik wel met andere dingen bezig. Ik ben veel ook buiten de deur en natuurlijk ook veel op kantoor. En daarnaast geeft de gemeente heel veel ruimte om je werk naar eigen inzicht in te richten. Ja. Dus die vrijheid creëert ook eigenlijk heel veel waarschijnlijk creativiteit. Ja, precies. Ja. Ja. En voor nieuwe ideeën, daar staat de gemeente echt wel voor open. En Milan, in hoeverre onderscheidt de gemeente Diemen zich dan van andere gemeenten in Nederland? Diemen heeft ongeveer 30.000 inwoners en een beperkte organisatie. Mm-hmm. Maar er is wel voldoende kennis en kunde in huis om de inwoners en de ondernemers van Diemen goed van dienst te zijn. Met korte lijnen naar de ondernemers. Nou, helemaal goed. Ik wens je succes met alles wat je doet. Dankjewel. En ik ga op onderzoek uit. Tot ziens. Hoi. Wat ook een hele belangrijke taak is bij een gemeente, de plantsoenendienst, om alles netjes te houden. En dan wordt dat hier in Diemen gedaan door een naamgenoot van mij, Kevin. Ah, dat zijn actieve mensen hoor. Kevin, wie ben je? Ja, jij bent het. Hi. Dat ben ik. Kijk, lekker bezig. Hey. Kijk, hey, de mensen die Kevin heten, die werken hard, jongen. Ongelooflijk. En hoe zien jouw werkzaamheden eruit? Zijn die echt door de hele gemeente heen? Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn door de hele gemeente heen. En wij doen heel vaak bomen kappen en bomen snoeien voornamelijk. Dat is mijn gedeelte van het werk. En weet je, dit hoort ook bij Hovenier zijn. Beetje planten, beetje herplanten, beetje inboeden. Ja, precies. En voor wat betreft de plantsoenen, horen die allemaal tot het beheer van de gemeente? Nee, niet allemaal. Toevallig dit stukje wel. En die wordt dan uiteindelijk onderhouden door de bewoners. En dan krijgen ze het hele stukje voor hunzelf om het te onderhouden eigenlijk. Dus jullie geven nu eigenlijk even de laatste finishing touch en daarna dan mogen de bewoners ermee aan de slag. Ja, nou, zeker weten. Dat is ook wel weer goed, toch? En nog eventjes voor jou, hè, voor wat betreft het plan. Waarom is dit nou de leukste baan van de wereld? Het is een prima sfeer om in te werken, goede collega's. En weet je, het blijft gewoon gezellig werk. En zijn er nou ook nog doorgroeimogelijkheden hier voor jou in het werk? Ja, zeker weten. Als jij iets wil, dan vraag je dat aan. Of je hebt iets gezien, dat kan je ook gewoon aanvragen. En dan wordt er over besproken met de leidinggevende. En daarin kom je in aanmerking om dat te gaan doen eigenlijk. Ja, dus er zijn wel mogelijkheden. En dat kan van alles zijn. Het kan dan van boomzagen zijn, tot in de hoge werken werken, tot een ander rijbewijs halen. Ja, dat kan allemaal bij onze gemeente. Ja. Nou, voor nu hou ik je niet op. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel. Dankjewel. En werk ze. Yo. Laat. Hi Kevin. Hey, hoi. Kevin, hoi. Je zit even lekker te ontspannen in de binnentuin. Ja, fijn hè? Moet ook kunnen hè? Ja, dat kan. Heb je af en toe je rust nodig? Af en toe wel. Ja, hè? Ja, want jij bent jobhunter. Vind ik heel spannend klinken. Is het ook spannend? Het is zeker spannend. Het is elke dag weer een uitdaging hoe ik mijn kandidaten weer de arbeidsmarkt op krijg. Ja, want hoe ziet jouw werkveld en werkdag eruit? Hoe ga jij te werk? Nou, geen dag is hetzelfde eigenlijk. Het ene moment zit ik met kandidaten in gesprek. En het andere moment ben ik bij bedrijven en ben ik op zoek naar vacatures en stageplekken. Ja, want hoe ziet jouw uitdaging er dan concreet uit voor de gemeente bijvoorbeeld ook? Nou, het is natuurlijk belangrijk dat ik werkgevers warm krijg om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een kans te geven binnen de organisatie. En dat is inderdaad spannend en een uitdaging dag in dag uit. Ja. Lukt het altijd?
Nou, niet altijd, maar over het algemeen moet ik zeggen dat we het heel goed doen. Ja. We slagen er toch weer in om kandidaten aan het werk te helpen. Is het dan een goed idee dat we een kennismakinggesprek met haar inplannen? En zodat je daar een beter beeld van krijgt, wat voor kandidaat het is of zij bij Manpower Group past? Lijkt me een heel goed idee. Je kijkt natuurlijk naar wat iemand kan, hè, de competenties van iemand. Maar in hoeverre speelt het werkgeluk dan ook een rol? Ja, het werkgeluk is heel erg belangrijk, want ik vind het belangrijk dat ik mijn werk zo creatief mogelijk en dat ik veel vrijheid heb in mijn functie. En dat is mijn werkgeluk en op het moment dat ik gelukkig naar mijn werk ga en dat kan doen, dan kan ik een andere kandidaat ook goed helpen naar werk. Dat klinkt als een klok. Dankjewel en fijne dag. Ja, dankjewel. Jij ook. Hoi. Nou, Diemen lijkt me een leuke gemeente om te wonen en te werken.